In deze video ga ik laten zien hoe je deze ronde hals breidt. Deze video hoort bij dit patroon. Dat verkrijgbaar is dus in mijn webshop als los patroon of als compleet breipakket. Ik heb ook een versie gemaakt van dit patroon speciaal voor garen van Zeeman of Vibra. Voordat je de hals kunt gaan breien, moeten de schouders al aan elkaar genaaid zijn. Ik heb zelf ook de zijkanten al gedaan, maar de mouwen zitten er nog niet in. Voor het breien van de hals begin je aan de achterkant met steken opnemen in het midden. Je gebruikt voor het breien van de hals een rondbreinaald. Je steekt de naald in de eerste steek onder de afkantrand. Je maakt een lus om de naald. En dan haal je de naald terug met de steek erop. Bij de volgende steek kun je omslaan zoals bij normaal breien. Als je bij de ronding komt, dan maak je geen steek in de zijkant van de rij, maar je gaat meteen naar de hogere rij. Bij de bocht ga je steken opnemen in de zijkant van toeren. Dan neem je steeds drie steken op en dan sla je er één over, totdat je bij de voorkant bij het punt bent dat je weer steken kunt gaan opnemen in gewone steken in plaats van in de zijkant van toeren. Zo maak je de ronde af. Als alle steken opgenomen zijn, ga ik de steken verdelen over de rondbreinaald. Dit hoeft niet als je een korte rondbreinaald hebt die al precies past, maar ik heb een lange. Ik schuif ongeveer een derde van de steken naar het uiteinde van de naald die nu leeg is. Ongeveer, dus je hoeft het aantal echt niet te gaan tellen. Dan schuif je ook ongeveer een derde naar het midden van het flexibele deel en de rest laat je staan op het andere uiteinde. Schrijf nu, als je die hebt, een steekmarkeerder op de rechternaald. En dan kunnen we nu echt beginnen met het breien van de boord. Je breidt de boord in enkele boordsteek, afwisselend één steek recht, één steek afrecht. Vind je deze video leuk? Geef hem dan even een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal voor meer braai-inspiratie. Als we het eerste setje steken hebben gebreid, dan gaan we weer schuiven. We schuiven het volgende groepje steken naar het lege uiteinde. De steken tot aan de markeerder naar het midden. En dan brei je weer lekker verder. Zo kun je doorgaan totdat de hele eerste ronde af is. Als de eerste ronde bijna klaar is, moet je nog wel even opletten of je wel eindigt met een steek afrecht. De volgende ronde moet je namelijk wel weer met recht beginnen. Bij mij komt het nu wel goed uit, maar als het niet goed uitkomt, kun je een beetje smokkelen en twee steken samen breien. Dit is in het eindresultaat niet zichtbaar. In totaal breien je 4 rondes enkele boordsteek. Na 4 toeren enkele boordsteek gaan we afkanten. Het afkanten doen we ook in de enkele boordsteek, zodat de opening flexibel blijft, zodat je hoofd er nog doorheen kan. Als je een averechte steek hebt gebreid, dan kan je af door de naald aan de achterkant in te steken van de steek die je moet overhalen. Als je de hele ronde hebt afgekant, dan hoef je alleen de draadjes nog af te hechten. En dan is de halsbord klaar.